Stel, een supermarkt verkoopt zijn producten. De supermarkt wil natuurlijk winst maken. Daarom zorgen ze ervoor dat de prijs van ieder product hoger is dan de kosten die ze ervoor moeten maken. De winst die de supermarkt op deze manier maakt, kan gebruikt worden voor nieuwe investeringen. Bijvoorbeeld voor het openen van een nieuwe winkel. Nu blijkt het heel goed te gaan en deze supermarkt wil in korte tijd gaan uitbreiden met 10 nieuwe winkels. Hoe kunnen ze dit betalen als het geld hiervoor nog niet is verdiend? Ze kunnen naar de bank gaan en een lening afsluiten. Maar er is nog een andere manier, het uitgeven van aandelen. Door aandelen uit te geven verkoopt de supermarkt stukjes van het bedrijf aan particulieren of instellingen, bijvoorbeeld pensioenfondsen. De kopers van de aandelen worden dus mede-eigenaar. Het eigen vermogen van de supermarkt neemt hierdoor toe en hiermee kunnen ze nieuwe winkels laten bouwen. Als het goed gaat met de supermarkt en ze breiden uit met meerdere winkels die allemaal winst maken, dan wordt de supermarkt als bedrijf meer waard. Dit betekent dat ook de aandelen meer waard worden. De aandeelhouders profiteren hiervan, want ze kunnen hun aandelen voor een hogere prijs verkopen dan dat ze ervoor betaald hebben. Het verschil is dan hun koerswinst.